Hallo mensen en welkom bij deze RuneScape video. Opnieuw een dag te laat. Ik hoop dat jullie dat niet erg vinden, maar ik heb het nogal druk gehad de laatste weken. En wel, dat is in verband met de stages en zo. En ik hoop dat het niet al te veel geeft, dat mijn dagen niet al te accurate zijn soms, vooral bij de RuneScape video's. Omdat die wel ter plekke gemaakt worden. De andere twee video's worden meestal toch een tijdje op voorhand gemaakt. De RuneScape video's kan ik dat heel moeilijk doen, omdat ze vaak over nieuws enzovoort gaan. En dat is wel, nieuws kan je niet verlaten. Dus ja, ik hoop dat het niet te veel geeft, maar ja. Waarschijnlijk niet, het is wel, misschien niet zo accurate, maar de video's komen er. En het is meestal niet zo'n grote delay, dus ja. Deze video gaat dus over de nieuwe alpha builds van de interface. Dit is de versie 0.2. Dus er is een update geweest. Eerst gezegd, wel, ik heb er al wat mee gespeeld met de nieuwe interface. En wel, ik moet zeggen, ik ben onder de indruk, op de positieve zin van het woord. Zoals jullie zien is alles nu transparant. Dat is het eerste dat mij opviel toen ik was met de interface aan het spelen was. Je kan dat dus instellen van transparant. Naar zo semi-transparant met schuiver tot volledig zo. Wel, voorlopig vind ik het zo eigenlijk mooier, maar ik vind het veel functioneler om te kunnen zien wat er hier door zit. Het irritante is, en het raar vind ik ook, dat dit en dit en ook een rand van dit, dat allemaal zo, wel, niet transparant is. Ik vind dat heel lelijk overkomen. Ik hoop dat dat ook nog transparant wordt. Dat hoop ik echt. Voor de rest zien jullie. De chats zijn hier allemaal gespreid. En zoals je ziet, alles is aanpasbaar. Dus dat vind ik echt geweldig, ook in grootte. Is alles aanpasbaar. Ik heb het liever daar binnen. Oh, oeps. Daar binnen. Zoals is al gezegd, dit is een alpha. Voilà. Dat is wat we moesten hebben. Dus ik vind dit eigenlijk wel best zottig. Zoals het nu is. Ja. Ook staan hier nog altijd een aantal tabs, maar de helft is uitgeschakeld omdat ze wel nog niet af zijn. Aan de skills dingen is heel weinig veranderd. En dan eigenlijk het enige eerste dat het mij opviel aan, wel, toen ik dit er eerste keer aanlogde, is de camera is veel vloeiender. Zoals jullie zien, het is veel vloeiender, je kan ook naar boven gaan. Dit is eigenlijk hetzelfde zoals in de graphics HTML5 beta. Het geluk is dat dit niet zo laggy is. En je kan dus ook met een scrollwiel inzoomen. Wat dus met mijn hyperscroll functie van mijn muis een paar coole effecten kan genereren voor bijvoorbeeld in video's. Dus dat vind ik wel heel cool, de camera. Dat is me eigenlijk... Wel, daar ben ik bijna over... Daar ben ik over beginnen nadenken eigenlijk. Er is eigenlijk nog nooit een camera-update geweest op RuneScape sinds de release van RuneScape 2 eigenlijk. Dus dat is best wel speciaal. En wel, ik heb er nooit over nagedacht, maar nu ik zie dat het veranderd is, ben ik er wel heel blij mee. Ook dit is allemaal eruit haalbaar. Dit is een beetje door elkaar. Dit zou ik graag nog in volgorde zien. Zoals het is als je een van deze interfaces opent, maar ik ben ook nieuw, net zoals jullie. Oh ja, dat is ook iets nieuws. Je kan dus van alles veranderen. Dus bijvoorbeeld, je kan dit resizen. Kan je dus... Ja, je kan dus dat allemaal resizen. Minigame HUDs kunnen ook veranderd worden. Dit ga ik eventjes een beetje verplaatsen. Zodat het een beetje meer in het midden staat. Alle gameplay schermen kan je ook allemaal verschuiven. Je kan presets gebruiken, dus je hebt bijvoorbeeld skilling, layout, combat layout, old school layout, als ik hem te pakken krijg, default layout. Maar nu ga ik dus cancelen. Want ik heb zo'n beetje mijn layout al. Ah, hier was het denk ik. Nu heb je hier ook een adventures log, en hier heb je dus ook een beetje scherm zoals het vroeger al was. Heb je ook al je skills hier. Van al informatie hier, dat vind ik wel heel handig, die informatie die hier staat. Vroeger moest je bijvoorbeeld voor je Total XP helemaal naar de RuneScape homepage gaan.
En nu hoeft dat allemaal niet meer. Hier is weinig veranderd, behalve dat er nu geen enorme zwarte ruimte niet meer is. My pets, my achievements. What the fuck? My achievements. Ik had geluid normaal gezien uitgezet, maar blijkbaar had het niet echt veel zin. Normaal gezien zou dit zo aan de zijkant moeten roteren en zo kunnen staan. Maar dat wil het dus om een of andere reden niet doen. Zelfs als ik het unlock met dat dingetje hier, dat slot, gaat het nog niet. Laten we een beetje rondlopen, want dit is echt wel een saai beeld zo. Lekker veel inzoomen. Wow, what the fuck? Wow, epilepsie. What the fuck? What the fuck? Wat gebeurt er? What the fuck is er aan de hand? Oké, nogmaals bewezen, dit is een beta. Eventjes misschien naar OpenGL wisselen, misschien helpt dat. Nee, dat deed dus absoluut niks. En volgens mij blokkeert nu gewoon alles. Mensen, ik ben zo terug. Oké, wij zijn terug. Dat was even een knopje aan mijn microfoon. En dat was heel vreemd. Ik heb geen flauw idee wat dat was. Maar het is hoogstwaarschijnlijk het resultaat van deze alpha. Ja, laten we een beetje inzoomen, want dit is wel heel ver. Ja, dus ik heb ook de indruk dat het field of view een beetje anders is dan normaal. Ik heb niet... Het is waarschijnlijk gewoon anders, dus als je verder inzoomt, dat je verder kan zien. Ik denk dat het zo in elkaar zit. Voor de rest is er aan de graphics niet zoveel veranderd in de alpha. Maar ik denk wel dat het water hier veranderd is, want ik herinner me niet dat water zo uitziet op de gewone moderne RuneScape. Maar ik vind het alsof wel mooi water, dus ik kan er goed mee door. Ik denk dat dat wat genomen is van de beta. Dus ook de minimap is dus ook vergrootbaar, maar je kan niet meer zien dan dit vakje. Dus wel, het heeft niet veel zin om het meer groter te maken dan dat. Ik persoonlijk hou het liever ongeveer zo groot. Ja, dus je ziet, al die abilities staan nog altijd hier. Maar waar al de rest staat, dat heb ik daar juist gezien. Maar om het weer terug te vinden... Oh, ik ben zelfs niet zeker dat ik dit al gezien heb. Dit is dus weer zo'n... Ah ja, dit heb ik al gezien. Dit is eigenlijk een beetje het combatscherm van vroeger. Heb je dus hier de lijnen lopen buiten het scherm. Wat mooi. Wardrobe, titles, animations, dat is allemaal van dat nieuw grief waar... What the fuck? What the fuck? Oké, wow. Dat was raar. God, waar staat het nu hier? Ah ja, hier was het. Dus hier kan je nog altijd aan al je abilities aan en kan je ze dus hier in verschuiven. En wat is dit? Ah ja, hier kan je dus informatie zien erover. Oké. Ja, sommige dingen zijn nog niet veranderd, zoals het bank interface. Dat vind ik wel een beetje lelijk. En ook als je bank interface opent, opent er een soort van extra backpack die je moet gebruiken. Die appeert dan nog standaard hier, maar die kan je ook verschuiven. Dan moet je alles daarin droppen. Je kan niet gewoon dit gebruiken, je moet dat gebruiken. Ik hoop dat dat een bug is, want dat vind ik wel irritant en nutteloos. Maar ja, je weet maar nooit. Jagex heeft al eerder rare dingen gedaan. Alhoewel, dat ze de laatste tijd oldschool, de interface is mooi, graphics beter ben ik ook wel blij mee. Alhoewel, dat ze veel te laag is. Voor gewoon gebruik ben ik toch wel content van Jagex de laatste tijd. Ze gaan eindelijk de goede weg op, heb ik de indruk. Ja, op persoonlijk vlak heb ik dan ook wat nieuws, denk ik. Laat ik dat even uit de weg doen, want dat staat momenteel een beetje in de weg. Ik zoek eigenlijk een mooi beeld. Maar het lukt niet. Sta the fuck still!
Sta stil. Ik wil een mooi beeld. Ik ben een Hollywood producer. Nee. Ik wil mooi in het midden staan en daar dan gaan staan. Whatever, goed genoeg. Op persoonlijk vlak heb ik dus ook nieuws. En zoals jullie weten, ik speel nu ongeveer half moderne RS. Ik speel het vooral wel in de Citadel en wel wat recruiten, wat events van de clan en dat is het. Beetje babbelen ook. Maar echt het spel spelen zou ik het niet noemen. Ik noem het eerlijk eerder, ik loop wel rond op RuneScape en ik zit er wel op, maar ik speel geen RuneScape. Dus dat is het eigenlijk een beetje. Mijn aantrekkingskracht ligt meer bij oldschool. Maar door al het kleine gedoe kan ik niet oldschool spelen, omdat ik er simpelweg te weinig tijd voor overhoud. Dus ik probeer het wel te spelen, maar het gaat momenteel niet echt goed. En in plaats van wel gewoon half op de moderne RuneScape te zitten, heb ik beslist om er volledig op te gaan zitten. Dus ik zal wel oldschool blijven spelen, maar zoals nu eigenlijk weinig. Totdat ik de clan een beetje meer kan loslaten. Mijn plan is dus eigenlijk in plaats van mijn tijd te verdoen en wel gewoon te lopen recruiten, zal ik proberen om recruiten te combineren met een oude goal die ik ooit gestopt ben in de tijd van Gillian Dave-films nog. Dat was de Trinit goal, was zijn bijnaam. Ik weet, het is Trimit, maar, en niet Trinit, maar dat was een schrijfwoord en ben het dus zo blijven gebruiken. Dat was dus de codenaam voor de 99 Strength Goal. Daar ben ik dan uiteindelijk mee gestopt, omdat het wel, ik stierf veel te veel en ik wel, het had meer nadeel dan voordeel, had ik de indruk. En ik ben van plan om in plaats van mijn tijd te verdoen, dat weer op te starten en in de weg daar naartoe dus leden te proberen werven. Dat is dus mijn plan. Ik ga de Trinit goal verder doen. Ik moet nog even nadenken over de codenaam ervan. Waarschijnlijk zal het iets met de Trinit goal wel te maken hebben. Waarschijnlijk zal het noemen de Trinit goal continues. Ja, waarschijnlijk zal het die wel noemen. De Trinit goal continues. Ik zal even kijken of mijn blogspotpagina nog bestaat. Want ik had daar een blogspot over. Heb alle pictures ook nog staan. Dus mocht het niet meer bestaan, kan ik het wel heropstarten. Ja, dus dat is mijn plan. Ik zal wel heel veel opzoekwerk moeten doen. Alhoewel dat ik eigenlijk al wel bijna aan de helft zit van de goal. Zal het nog altijd een zeer moeilijke goal worden. Een zeer langdurig goal, dus ik zal heel veel opzoekwerk willen moeten doen. Ik weet dat ik beloofd had geen 99's meer te doen, maar dit is toch geen volledige 99 goal. Het zijn maar 3 levels meer. Dus ik hoop dat het een beetje zal lukken, maar ik zal heel veel opzoekwerk moeten doen. Dus RuneScape-video's zullen wat interessanter worden vanaf nu. Ja, ik hoop de Citadel-vlogs binnenkort wel weer op te starten. Misschien zal het wel duren tot de grote vakantie. Maar de reden dat het niet meer gebeurt is eerst en vooral tijd. Mijn maandag was heel hectisch. En daar heb ik even geen zin in voorlopig. Ten tweede, het zijn een paar weken geweest waar het nogal zeer triestig met de NE-clan gingen. Waar we echt op een historisch dieptepunt zaten. En ik had echt wel geen zin om daar nu wel mee op het internet mee te zitten stoeven. Dus het is gewoon niet even het moment. Maar we zijn echt wel in optocht. We hebben onlangs een recruitment event gehad. En dat heeft minstens 4 extra leden opgeleverd. Ook Panzer Johnny zit heel veel te recruiten. En verschillende andere leden. Ook ik probeer mijn best te doen. Maar mijn pogingen zijn minder effectief dan die van sommige andere leden. Vandaag nog is er een lid teruggekeerd. Die al zeer lang weg is. Assassins is zijn naam. Nu, toch? Vroeger heette hij anders. Dus we zijn echt wel weer aan het opstarten. We zijn weer aan het genezen van ons iets mindere periode in Aniklandische historie. En wel, dat was eigenlijk de video. Ik hoop dat jullie morgen weer een video zien. Dat zal dan een Minecraft video zijn. Ik wens jullie nog een mooie alpha, beta, moderne RuneScape, oldschool RuneScape en misschien wel Quintet RuneScape leven toe. En tot de volgende episode. I do not have friends.
Als je deze video leuk vond, denk er zeker eens over om te subscriben, want ik apprecieer het echt. En ook eens om een ander kanaal te bezoeken, want ik maak nog veel meer dan dit.